Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering vervolgen wij het gesprek met de heer Ricardo Panka. Meneer Panka, welkom in het programma. Goedendag en bedankt voor de gelegenheid geboden. Wat is uw boodschap voor degenen die de NDP de laatste periode hebben verlaten? Kijk, elke lid die de partij verlaat, is één lid te veel. Er zijn wat afzeggingen en dat betreuren wij, omdat wij een partij zijn van sociologie. Wij zijn juist de partij dus die zoveel mogelijk probeert om mensen te trekken en niet mensen weg te stoten. Dus vandaar dus dat we het altijd jammer vinden als leden vertrekken, om welke redenen dan ook. Hè? Maar tegelijkertijd zien wij ook dus dat het ook volloopt. In alle districten sluiten mensen zich aan. Betekent niet dat wij het niet erg vinden dat 1 of 2 of 3 weg zijn. Maar 11.000 leden hebben de partij nooit verlaten, zoals gezegd is geworden. Anders zou het zou opmerkelijk zijn, natuurlijk. Maar desalniettemin zeggen we van de mensen dus die de partij hebben verlaten. Keer terug, omdat deze partij de partij is voor het volk. Alle andere partijen, kijk wat er nu gebeurt in de Nationale Assemblée. Het lijkt wel alsof er snode plannen beraamd worden om leden van de NDP met een grote politiemacht, volksvertegenwoordigers, met een grote politiemacht de deur uit te zetten. Het kan niet, het mag niet, het is de zaal van het volk. Het is het parlement. Het zijn volksvertegenwoordigers. En dat politieagenten in opdracht van de leiding van het parlement dit gedrag vertonen, geeft dan aan waar we naartoe gaan met deze regering. Het is onmogelijk dat de voorzitter van het parlement dit toestaat. En ik denk zelf dat de NDP hierover moet gaan nadenken, om in het volgende parlement te verbieden dat politieagenten gewapend de zaal betreden. Het is niet nodig. Het mag ook niet dat de politie gewapend, straks gaan we ook militairen hebben die gewapend het parlementsgebouw binnentreden om een lid buiten te zetten. We moeten dit verwerpen wat er gebeurd is in het parlement. En ik denk dus dat de partij hierover moet gaan nadenken om een andere manier te kiezen om, als een lid buiten zijn of haar boekje gaat, om dat toch wel op een andere manier op te lossen. Maar niet op deze manier. Het volk kijkt toe en vraagt zich af, wat gebeurt er in het parlement? Zijn het deze mensen die voor ons werken en dan worden ze eruit gesmeten op een zo ruwe manier en er worden allerlei geroepen en gezegd. We moeten de verandering inbrengen en dat is de verandering die we willen brengen. Ook in het parlement en niet alleen in het parlement. In alle instituten van de regering is er chaos. Er is te veel chaos in het land. En nu creëert een voorzitter of een ondervoorzitter ook nog een chaos in het parlement. Zo, er wordt gelogen in het parlement. Dus ik denk dat ik neem dit even mee in het gesprek met u. Om aan te geven dat het zo niet verder gaat. Dat is de boodschap die wij als NDP ook willen geven aan die samenleving. Maak een einde aan deze chaos op 25 mei 2025. Want met deze mensen nog 5 jaren in het machtscentrum. Nu hebben ze al dictatuur ingezet onder een democratische masker. Wat zal het dan worden over 5 jaren? Na 25 mei bedoel ik 25, als ze weer aan de macht komen. Laten wij dit stoppen. Dat is de boodschap die wij als NDP aan die samenleving willen geven. Van weet dat uw stem niet gegolden heeft gedurende de 5 jaren. Het was onder druk, u mocht niet praten. Hetzelfde wat gebeurde bij protestacties, gebeurt nu ook in de Nationale Assemblée. De politie wordt afgestuurd, niet alleen op het volk,
maar ook op de volksvertegenwoordiging. En dat is een teken aan de wand. En laten wij dit serieus nemen en zorgen dat uw stem, die 5 jaren niet geteld heeft, op 25 mei, wel een bijzondere gewicht zal hebben voor de komende 5 jaar. De ondervoorzitter Ramon Abrahams van de NDP gaf tijdens een vergadering aan dat bij verkiezingswinst de voorzitter deze boven ze teruggebracht zal worden, dan wel gratie zal krijgen. Hoe reageert u hierop? Nou, die uitspraak hebben wij gehoord. Het is niet dat wij ons daarop concentreren. Je ziet dat wij bezig zijn met heel veel activiteiten. U hoort het ook. U ziet het ook. Zelfs in Europa zijn we bezig. Ik denk dus dat wat wij doen kan gezegd zijn. Maar de grote focus van de NDP is op het winnen van de verkiezingen. Dat is onze focus. En wat er daarna zal gebeuren, dat weten we nog niet. Maar belangrijk is dat wij ons klaarmaken om het volk, de wil van het volk uit te gaan voeren na 25 mei 2025. En zorgen dus dat we het land, want dat is het belangrijkste, dat ons bezighoudt. De malaise in het land, de situatie in onze gezondheidszorg, de situatie binnen ons onderwijs. Er is laatst meer dan 800.000 vrijgemaakt voor een wat is het? Een conferentie? Ja, ik weet niet of het een conferentie is of wat het ding is. 800.000 SAT is vrijgemaakt. Ja, ik weet niet wat de meerwaarde daarvan is geweest. Ik weet het tot nog toe niet. Maar ik denk dus dat de NDP zich concentreert nu fully op zoveel mogelijk voorbereiden op het krijgen van de regeermacht. En zorgen dat wat er nu gebeurt gaat veranderen. We kunnen onze onderwijssector niet meer zo door laten gaan. We kunnen niet meer zo doorgaan met onze gezondheidssector. We kunnen niet meer zo doorgaan met het toelaten dat criminelen het land ook vernoemen. We kunnen niet zo doorgaan dat we zien dat tienerzwangerschappen, kinderprostitutie, drugscriminaliteit onder tieners, kinderen die elkaar neersteken op scholen. Wat gebeurt er in het land? Wat gebeurt er? Het is verschrikkelijk. En dit alles baart ons samen met het volk enorm veel zorgen. En wij willen het volk, we willen het vertrouwen van het volk om dit te gaan veranderen. Hoe belangrijk is het voor de partij dat de heer Boutersen terug wordt gebracht? Kijk, de heer Boutersen is er niet. De invloed van de heer Boutersen, niet alleen binnen de partij, maar binnen die samenleving, zou altijd een plaats hebben. We zijn naar Nederland gekomen en ik kan u zeggen, er zijn een heleboel mensen die zich Bautisten noemen, die zo dat, zo die gezegden hebben gehoord. Mensen zijn ook lid van de partij vanwege de heer Boutersen, zijn invloed, niet alleen binnen de partij, maar binnen het totaal politiek landschap, die is daar en zal ook blijven zijn. Dus het belang daarvan kunnen we niet ontkennen, ook vriend en vijand ontkennen dat niet. En die geven ruidelijk toe dat hij invloed blijft uitoefenen op het politiek landschap, zowel in en buiten Suriname. Het verbaast me altijd om te zien dat mensen continu bezig zijn met hem. Maar dat geeft dus toch wel, is wel een teken, dus dat de invloed, het is er en het zal voorlopig niet weggaan. Volgens een recente peiling in Suriname Broadcasting Network heeft mevrouw Simons 47,4% gescoord, terwijl ze bij een vorige peiling 83,1% behaalde.
Er wordt volgens de peiling beweerd dat de lage populariteit van en weinig vertrouwen in meneer Ramon Abrahams bij zwevende kiezers de kansen voor de NDP verkleinen. Zo heeft de recente uitspraak van de heer Abrahams met betrekking tot terugkeer van Bouterse de peiling van mevrouw Simons beïnvloed en haar kans verlaagd. Deze uitspraken hebben zwevende kiezers geschokt, waardoor ze hun steun voor mevrouw Simons heroverwegen. Wat is uw reactie op de resultaten van deze peiling? Oh, kijk, een peiling is een momentopname. Het is ook wie doet de peiling. Welke vragen zijn allemaal gesteld aan de respondenten? In hoeveel districten is deze peiling gehouden? En wie staat erachter? Ik weet niet wie Suriname Broadcasting is, als dat is RP of zo. Van de heer Pierkan. Ik denk dus dat het zijn organisatie is, maar ik kan me vergissen. Hoe betrouwbaar zijn peilingen in Suriname als het gehouden worden door tegenstanders van en ik zie dus dat in de peiling de focus natuurlijk op de NDP is gelegd. Dat is normaal, vinden wij. We zijn de meest besproken partij. De meest besproken personen in de organisatie zijn natuurlijk de mensen van de leiding van de partij. Dus ik denk dat peilingen zijn soms beïnvloedbaar vanwege omstandigheden. Het kan zo zijn dat 83% zijn. Is 83% en je ziet 83 naar 47 is bijna 50, een val van bijna 50%. En naarmate de verkiezingen naderen, zullen wij merken dat, dat het misschien minder gaat worden. Maar laten wij één ding voor ogen houden. We hebben geen presidentsverkiezingen in Suriname. We hebben de verkiezingen van de Nationale Assemblee en de leden van de Resortraad en de Districtsraad. Daarna zullen wij ons focussen op wie naar voren geschoven zal worden als presidentskandidaat en vicepresidentskandidaat van de partij. Wat ik nooit heb ontkend, is dat als partij wel degelijk rekening houden met de gevoelens van de kiezers. Ja? Dus niet alleen de aspecten die veranderd moeten worden, onderwijssector, criminaliteit, veiligheidsgevoel terugbrengen in die samenleving, gezondheidszorg weer terugbrengen op het niveau waarop het moet zijn. Het good governance, corruptie, bestrijding, noem maar op. Het zijn een aantal aspecten die we gaan meenemen als partij. Maar wat dus ook het electoraat bezighoudt is, wie wordt de volgende president van het land? En we houden daar degelijk rekening mee. Omdat we dus ook weten dat als partij, want ik kan alleen over de NDP praten, als onze partij de juiste persoon of personen naar voren schuift, dat dat toch wel de kiezers, de keuze van de kiezers, toch, zal beïnvloeden. Dat geven we ruikelijk toe. Maar we zien natuurlijk dat er een soort hype is in die samenleving over wie wordt de volgende president van de NDP. Men praat niet over NPS, wie wordt de presidentskandidaat van de NPS of andere politieke partijen. Men let op ons en dat weten we. Dus we moeten ons erop voorbereiden, dat zeker. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Seranang Tori. Heeft u een onderwerp dat u wilt bespreken? Kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Seranang Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.